Hallo Arnold, waar ben je? Wauw, is dat het Colosseum? Cool, en ze gaan een gevecht voor je opzetten met een gorilla. De gorilla is 10 keer sterker dan jij. En zijn armen zijn 1,5 keer zo lang. Een gorilla kan je op minstens 3 manieren doden. De beet van een gorilla is gelijk aan 88 atmosfeer en kan door een bowlingbal heen bijten. Een vuistslag van een gorilla van 600 kilo kan beton verbrijzelen. Bovendien kun je gewoon door midden worden gescheurd. Een gorilla kan per slot van rekening tot 1800 kilo bankdrukken. Gelukkig vallen gorilla's nooit als eerste mensen aan. Het zijn vreedzame primaten en hun IQ kan zelfs oplopen tot 90. Dat is genoeg om een ster te worden op social media. Oké, dat was een grap, Arnie. Je echte tegenstander is de kangoeroe. Kun jij de stoot van een kangoeroe weerstaan? De stoot van Conor McGregor is 860 kilo. Een mokerslag is meer dan 900 kilo. En de stoot van een kangoeroe kan wel meer dan 1360 kilo zijn. Dat is genoeg om 1000 mensen knock-out te slaan met 1 stoot tegen de kaak. Dit vind je leuk als je denkt dat je een kangoeroe gemakkelijk kunt verslaan in een straatgevecht. In de afgelopen 100 jaar hebben kangoeroes slechts 2 mensen gedood. En hoewel deze jongen een beetje ruw is, heeft hij gewoon persoonlijke ruimte nodig. En dan nu het wezen met de sterkste en snelste stoot ter wereld. De bitspringhaangarnaal. Er is een goede reden waarom hij in een plastic aquarium wordt gehouden. De stoot van de bitspringhaangarnaal duurt 800 microseconden en is qua impact vergelijkbaar met een .22 kaliber kogel. In een oogwenk kan hij 62 klappen uitdelen. Dit veroorzaakt een schokgolf met temperaturen tot 4400 graden Celsius. Bijna hetzelfde als op het oppervlak van de zon. Gelukkig werkt dit alleen onder water. Wees er voorzichtig mee, Arnie. Oh, Arnold, je hebt ontmoetingen met een gorille en een kangoeroe overleefd om vervolgens verslagen te worden door een piepkleine garnaal.